je hartelijk daar bedankt. Lekker genieten en met z'n tweeën en ook van elkaar. Maar dat is nog niet alles, want kijk eens even. Het hele geraffineerde kleurenschermpje is al uitgeklapt. Dit kleine dingetje is een volwaardige Hi8 videocamera. Met het kleine schermpje enzovoort zit een steady shot op. Dus wat er ook gebeurt, wat je mogelijk je handen kan doen trillen. Yeah. Hè, Pluto? Dan... Het beeld blijft haarscherp en kalm. Alsjeblieft. Nou, ontzettend bedankt. Graag gedaan, Johan. Het was een plezier om jullie hier te hebben. Blijf van elkaar houden. Wat we nu gaan beleven, dat is een beetje oud Mexico. Het is een soort oude traditie dat de jonge mannen naar hun bruid gaan. Dat doen ze op een soort dorpspleintje, dat hebben we hier een beetje nagemaakt. Op een ezeltje gezeten, is heel romantisch, verzamelen zij rozen en die geven ze aan hun bruid en die stopt ze in de vaas. Dit om hun liefde te betuigen. En zie, una, dos, tres, cuatro. Oké, daar ga je. Wat ging er nou fout? Nou, ik weet niet. Hij bleef hier staan. Hij begon te springen. Maar het is zo eenvoudig. Even op dat ezel, even die rozen pakken. Hij is opgevoerd volgens mij. Ik zou je vertellen, we hebben je een klein beetje bij de neus genomen. Dit is een super getrainde ezel. Ja, daar kan niemand op. Ja, die leuke mevrouw daar. Maar verder niemand. Kijk uit, komt hij. Dan komt hij wel. Maar ja. Dat weet Johan nog niet. Dus het ging niet om de rozen. We hebben gemeten de zuivere seconde dat je op zijn rug zat. Ja. En daar gaat het om. Hè? Dus de seconde, of in zijn geval tienden van seconde. Nou. Het gaat dus niet om de rozen, maar dat weet Johan nog niet. Niks vertellen, hè? Ga even bij Peck staan. En dan vragen wij Johan. Kom. Hey, hallo. Nee. Hij doet niks. Hij is volstrekt ongevaarlijk. Een lief klein ezeltje. De bedoeling is, en dat weet je, de rozen verzamelen. Ja, die moet je daar in de vaas bij Willy neerzetten. Ja, en een kleine tip, praat met hem. Lieve Spaanse woordjes, het is een Spaans ezeltje. Dus amigo en ustedes muy amable. Dat soort dingen. Sí. Ja? Oké. Okay. Veel succes. Adelante. Música, por favor. Capito bene, la bella. Vale. Heel goed gedaan. Prima. Ga even naar Peck. Geen rozen, maar dat hadden we ook niet verwacht. Ga naast je bruid staan. Wij hebben gemeten, stiekem, en dat wisten jullie niet, de zuivere speeltijd in seconden die jullie op de rug van de ezel toch nog hebben weten te scoren. En dat betekent dat jullie 13 seconden en 3/10 van een seconde hebben. En jullie hebben 14 seconden en 4/10. Yes. En dat betekent
dat jullie straks een klein voordeeltje hebben boven de tomatensoep. Doe die sombrero's af en de poncho. We gaan naar de tomatensoep. Kom maar mee. Ben aquí. Lekker soepje. Hij is extra pittig. Tja, tja, tja. Dit is het moment van de waarheid, want nu gaan we samen besluiten met de beide prachtige bruiden en de twee koene, dappere ridders boven de soep, wie straks een gooi mag doen in die laatste bloedspannende ronde, 7 minuten, naar de schitterende honeymoon naar Mexico. En we gaan jullie allemaal vragen stellen en daar moet je een antwoord op hebben. Het eerste antwoord is bindend en je hebt 5 seconden bedenktijd, maar het gaat niet alleen om jullie, het gaat ook om die mannen. Mannen, zitten jullie een beetje lekker? Hoe is het uitzicht, Jurgen? Ja? Ben je nog bij ons of ben je helemaal in trance? Ja. Ik heb een leuk bericht. Het is extra pittige soep. We hebben er lekker kruid in gegooid. Een beetje van die pepers enzovoorts. En doe die poncho maar even af. Dus anders zink je misschien straks. Nou, geniet van dit moment. Het is een onvergetelijke ervaring. Ik heb het zelf een keer mogen meemaken met de heer Van Duin. Eventjes de stand. Jullie waren, had je iets minder seconden met het ezeltje. Dus Jurgen uit Limburg die gaat 1 kommetje lager. Dat gaan we nu doen. Dan kan je ook een beetje voelen hoe dat voelt. Kijk, daar gaat hij. Niks aan de hand. Het is allemaal getest. Omdat Johan en zijn Wil een klein voordeeltje hebben, ga ik met jou beginnen. Dames en heren, doodse stilte, want dit is heel spannend en heel belangrijk. Alsjeblieft, concentratie. Daar gaan we nu beginnen. Noem een Amerikaanse staat, dus een van de Verenigde Staten, waaraan Mexico grenst. Californië. Is goed, prima. Of Arizona, New Mexico, Texas, Johan, niks aan de hand. Welke munteenheid heeft Mexico? Waar betalen ze mee dan? Mexicaanse munt? Ik weet niet. Ja, was bijna goed. Maar het is de peso. Helaas, Jurgen, even door de zenuwen 1 vraagje gemist. Je gaat 1 kommetje lager, maar nog niks aan de hand. Blijf vooral kalm en geen springdrang krijgen. Willy, welke Nederlandse voetbaltrainer was het afgelopen seizoen werkzaam in de Mexicaanse voetbalcompetitie? Ik weet helemaal niet van voetballen. Hij ook niet. Ik zou het niet weten. Don Leo Beenhakker. Dat betekent, ja, daar kijk je van op, hè? Dat jij eentje aan het zakken bent en jij komt nu in de tweede kom. Dus je zit toch nog ietsje gunstiger dan Jurgen. Dus je moet deze vraag goed hebben voor de rust van Jurgen, jouw man. Wat is de voertaal in Mexico? Spaans. Spaans? Estupendo. Primavera. Hoe noem je in Mexico een klein middagdutje? Siesta. Siesta is goed. Een culinaire vraag, een question culinaria. Wat is de Mexicaanse naam voor een platte ronde maispannenkoek? Tortilla. Ja, moet je net weten. Misschien een tijd niet gegeten. Nee. Tortilla. Helaas, Jurgen. Dat betekent dat ze nog 1 vraag... Dit is nog niks, maar daarna een vraag, dan is het gebeurd. Hè? Dus je kan nog even rustig zitten. Hoe heet de hoofdstad van Mexico? Mexico City. Is goed. Welke kleuren zitten in de Mexicaanse vlag? Groen, rood en wit. Prima! Ja. Groen, rood en wit. Jurgen wordt ook steeds roder, groener en witter. Naast de kleuren rood, wit en groen staat er ook een dier op de vlag van Mexico. Welk dier? Een buffel. Buffel? Het is een adelaar. Ja. Het spijt me, Johan, maar je komt 1 soepkommetje lager. Je zit nu in de 3e van boven. Let op, hier komt een geluidsfragment voor jou. Mexico, Mexico,
vraag luidt: welke groep hoorde je hier zingen? Mexico. Ik weet niet. Het is al wat jaartjes geleden, maar ze hadden een hele grote hit. Het waren de Les Humphries Singers. Ah. Ja, oh, zeg. Dat betekent dat je nu in de laatste penibele soepkom terecht bent gekomen. Nu mag Peggy geen vraag meer missen, ja? Een geluidsfragment voor jou. Let op. Mexico, Mexico. Grote hit van de zangeres zonder naam. Hoe luidt de echte naam van de zangeres zonder naam? Mary Servaas. Mary Servaas is goed. Hoe wordt de traditionele rieten hoed ook wel genoemd? Een sombrero. Sombrero. Ja, heel goed uitgesproken ook. Een heel bekend bestanddeel van crèmes, gezichtscrèmes onder andere, komt uit een cactus. Hoe heet dit bestanddeel? En ook tevens de naam van de cactus. Geen idee. Aloe vera. Ja, nu ik het zeg, ja. Dan weet je het. Helaas, Johan, jij komt nu in de ene laatste soepkom. Het wordt nu voor jou ook een beetje penibel. Hoe heet het zeer pittige Mexicaanse nationale gerecht met vlees en bonen? Chili. Compleet. Chili con carne. Goed! Het is spannend vanavond. Hoe heet het grote schiereiland aan de oostkust van Mexico? Nee, het maakt deel uit het schiereiland van Mexico. Het heet Yucatan. Helaas, Johan. En het is nu superspannend, want jullie zitten nu beide in de laatste kom. Als een van jullie beide bruiden een vraag verkeerd beantwoordt, is het hasta la vista, adios. Ja. Stilte alstublieft, dames en heren. Wat bedoelt iemand die in Mexico yo te quiero tegen je zegt? Goeiedag. Yo te quiero is ik hou van jou. Helaas. Jurgen, daar ga je. Adios. Hasta la vista. Sopa de tomate. Ai, ai, ai. Caramba. Wat is je eerste reactie, Jurgen? Een beetje flauw, maar er mag een beetje meer vlees in zitten. Ja. De slager is in de tomatensoep beland en hij zegt dat er wel wat meer ballen in gemogen. En dat doen we dan ook ter plekke. Jurgen, je hebt het met eervol ben je ten onder gegaan. En we zien je straks terug bij de appelboom. Ik hoop dat je veel prijzen pakt. Johan en Wil zitten straks in de finale. Tot zo. Oké, 3, 2, 1, go!